hervormde gemeente dienen. En meestal is het zo, daar is de koster die zet dat ding voor mij aan. Dus ja, zo gemakkelijk kun je het maar krijgen daar, hè. Ik zal me kort even voorstellen. Dit is de eerste keer dat ik hier in jullie midden ben. Het is mij een vreugde om zoveel jonge gezinnen ook te mogen ontmoeten hier. Maar uiteraard gelukkig ook anderen. Ik mag sinds goed 3 jaar in Barneveld een hervormde gemeente dienen. Een wijk althans, dat is een hele grote gemeente. Ik woon daar samen met mijn vrouw. We hebben 5 kinderen ontvangen en 4 kleinkinderen, waarvan inmiddels 1 bij de Heer mag zijn. En wij maken ons daar dienstbaar door Gods genade in die gemeente. En verder dan, ja, op zondag, dan reis ik wel eens vaker het land door. Dus zo ook vandaag. Ik wil jullie vandaag graag meenemen in het Oude Testament naar een geschiedenis uit Israël. Dat lezen wij in 1 Koningen 18. En dat is, dat is nogal een lange geschiedenis. We gaan dat niet allemaal lezen, maar ik hoop zo meteen wel het verband, de context ook wat te vertellen. 1 Koningen 18. En ik neem jullie mee naar een berg in Israël vanmorgen, naar de Karmel. Wie van jullie is ooit wel eens op de Karmel geweest? Geen grote massa's. Vanmorgen staat er een grote massa op de Karmel. Israëlieten. Wij gaan een stukje uit dat gedeelte eerst lezen. 1 Koningen 18. En dan wil ik met jullie lezen vanaf vers 30 tot 40. Dat wil ik graag vooraf lezen. 1 Koningen 18, vers 30. Op de Karmel. Toen zei Elia tegen heel het volk: kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen: Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij: vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei: doe dat voor de 2e maal, en ze deden het voor de 2e maal. Verder zei hij: doe het voor de 3e maal, en ze deden het voor de 3e maal. Het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u een hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel het vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer in het hout, de stenen en het stof, zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. Elia zei tegen hen: grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen daar af. Nou goed, en dan komt het verhaal tot zijn afronding. Ik las ergens een soort een soort thema boven dit Bijbelgedeelte. En ik vond dat ook wel mooi. Ik denk dat dat ook wel de lading dekt. Eerst vuur, dan regen.
eerst vuur, dan regen. Je zou zeggen in Israël, dan neem ik jullie even mee, de geschiedenis in, dat ze in Israël een moment geen behoefte hebben aan vuur, maar wel aan regen. Want als het 3,5 jaar droog is geweest en geen bui is gevallen, dan kun je je wel voorstellen, zeker in een land als Israël, dat het daar echt gortdroog is. Maar er zit wel wat achter. Israël is het volk van God. Israël, kun je zeggen, is door God zelf in leven geroepen. Is door God zelf ook in het verleden bevrijd uit Egypte. Toen zijn ze 40 jaar door de woestijn gedwaald onder leiding van God. En hebben ze het beloofde land Kanaan in bezit genomen. En als je land krijgt van God, dan krijg je dat niet zomaar. Dat geldt trouwens voor ons allemaal, hè. Of we nou een stukje land hebben, of dat we een huis hebben, of wat dan ook, dan heb je dat niet zomaar. Dat heb je dan gekregen om daarmee en op die plaats God te dienen. En zo had Israël het volk, het land gekregen om een licht te zijn voor de volkeren, om de heerlijkheid van God door te stralen naar deze wereld. Maar er is niet veel van terechtgekomen, helaas. In het verleden hebben ze God verlaten. Het volk Israël is in tweeën verdeeld. 10-stammenrijk Israël, 2-stammenrijk Juda. En ze hebben alle twee hun koningen gekregen. Hun koningen, maar ja, die gingen het volk ook niet echt goed voor. Lees maar na. Je had best koningen die echt wel God dienden, dat ook wel van plan waren, maar heel veel koningen die gooiden, zo zeggen wij het eigenlijk op de Veluwe, die gooiden er met de pet naar. Hè? Kennen jullie die uitdrukking? Nou, die maakten er dus niks van. En zeker hier zijn we in de 10-stammenrijk Israël. Koning Achab is koning van Israël in deze geschiedenis. En Achab spant daarin wel de kroon. Heeft een vrouw getrouwd uit Sidon. Nou, jonge gasten, vanmorgen in ons midden, als ik je één raad mag geven, trouw nooit een vrouw uit Sidon. Want die vereren Baal. Tenminste, toen. Hoe het nou is, dat weet ik niet. Maar ik wil er maar mee zeggen. Izebel, dat was de vrouw van Achab, die bracht dus de afgod mee Israël binnen. De god van de vruchtbaarheid, de god van de regen en van de zonneschijn. Een valse god. Maar Achab nam die god, die Baal, over, introduceerde die in Israël en het volk liep er achteraan. En wat is dan het geval vaak? Ja, dat je dus de ware god, de echte god, dat die steeds meer naar het randje gedrongen wordt. Wanneer er afgoden in je leven komen, dan zijn die nooit tevreden met een klein stukje van jouw leven. Die zijn nooit tevreden met 90% van jouw leven. Die willen jou ook helemaal. Nou, zo zag je dat ook gebeuren in Israël. Maar God is een jaloers god. En gaat de strijd aan. En Elia is zijn profeet. En Elia heeft tegen Achab gezegd, het zal niet regenen. En dat is 3,5 jaar lang zo gegaan. 3,5 jaar droogte en nu komt het tot een confrontatie. Daar op de Karmel tussen Elia en de profeten van Baal. Eigenlijk moet je zeggen, het gaat komen tot een confrontatie tussen de levende God van Israël en de valse God Baal. En dan wordt het volk voor de keus gesteld. Komen we dus in dit hoofdstuk zo langzamerhand. En dan vraagt Elia aan het volk Israël daar op die Karmel. Hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Je moet nou een keus maken. Als je kiest voor de levende God van Israël, volg dan hem. Of als je kiest voor Baal, moet je hem volgen. Maar geen 50% een en 50% de ander. Nou, en dan staan ze dan op de Karmel. En wat lees je dan in dit hoofdstuk? Het volk maakt geen keus. Ze antwoorden helemaal
niet. Ze blijven dood stil. En dan zegt Elia, nou dan heb ik een voorstel. Want hij gaat het nou doordrukken, hè? Moet nou helder worden. Elia zegt, nou dan gaan de Baalspriesters een altaar maken. Gaan offeren. Moet geofferd worden nu. Een altaar, daar leg je de stier op. Ik zal het ook doen. En dan gaan we bidden, elk tot onze God. De Baalspriesters tot Baal. Ik tot de God van Israël. En de God die antwoordt met vuur, de God die het altaar aansteekt, die is de echte. Dat is de levende God. Akkoord? Akkoord. Het volk zei, oké, nou antwoorden ze wel ineens. Dat zullen we doen. En dan mogen de Baalspriesters eerst beginnen. En zij maken een offer, een altaar, stier erop, offer erop. Maar ze mogen niet aansteken, ze gaan bidden tot hun God, tot Baal. En ze roepen tot Baal en ze schreeuwen tot Baal. En op een gegeven moment dan gaan ze zich snijden met messen zelfs. Om maar bloed te laten vloeien voor Baal. Maar Baal antwoordt niet. Urenlang antwoordt Baal niet. En Elia die staat daarbij. En of die nou een beetje ongeduldig wordt of zo, dat kan ik me voorstellen. Die gaat er op een gegeven moment wat de draak mee steken. En dan zegt hij van, ja hij is een god hè. Misschien heeft hij geen tijd voor jullie. Je moet even wat harder roepen. Of misschien zit hij wel op de wc, weet jij veel. En tenslotte, nadat er urenlang dus niks gebeurt, alleen maar geroep en geschreeuw van die Baalspriesters, tegen het einde van de dag staat hier op de tijd van het graanoffer, of spijsoffer, dan is Elia aan de beurt. En hij herstelt, staat er dan, het offer van de Heere, het altaar van de Heere herstelt hij. Dus hier is al eerder een altaar van de Heere gebouwd. Misschien heeft Salomo dat wel gedaan. Onbruik geraakt. Hoe dan ook, Elia bouwt dat altaar op. En we lezen dan, hij doet dat met 12 stenen. 12 stenen. Waarom denk jij 12 stenen, weet jij dat? Wat dacht je? 12 stenen, wie zal het weten? Ja. 12 stammen van Israël, ja. Israël bestaat uit 12 stammen. Goed zo. Nou, het is verdeeld hè, in 2-stammenrijk, 10-stammenrijk, maar God rekent blijkbaar met die 12 stammen, het geheel van Israël. Het gaat om heel het volk. Hier wordt Israël als één geheel benaderd. En dan gaat er water over. Elia gaat er nog water overheen gooien. Hoeveel kruiken water? 4 plus 4 plus 4. Goed zo, 12. Je zou je kunnen afvragen, Elia, wat ben je nou helemaal mee bezig, man? Het volk snacht naar water en jij verspilt het. Hoe kom je dit trouwens aan? Maar goed, je verspilt het, je gooit het over dat altaar. Waarom? Nou, misschien dat Elia daarmee wil duidelijk maken. Jullie verlangen allemaal naar regen. Naar water. Maar weet je, vandaag is niet eens het water het belangrijkste. Maar dat altaar, dat offer op dat altaar, dat aangestoken wordt. Eerst gaat onze aandacht uit naar het vuur. De ware God moet dat aansteken. De God die met vuur antwoordt. Je zou eigenlijk denken hè, dat Elia zou zeggen, de God die met regen antwoordt, dat is de ware God. Maar dat gebeurt er dus niet. Nee, de God die met vuur antwoordt, dat is de ware God. En dan is het altaar gereed. De geul eromheen gevuld, zelfs met water. En dan gebeurt het, toen men het graanoffer bracht, op de tijd van dat offer, dan komt Elia naar voren. Nou is hij aan de beurt. En gaat hij ook staan roepen en schreeuwen tot de God van Israël? Nee, hè? Lees maar. Heel eenvoudig gebed. Het eenvoudige gebed
is de sleutel tot God. En het gaat om Hem. U bent de God van Israël, de levende God. Laat nu vandaag bekend worden dat u dat bent. Het gaat om God zelf. Het gaat erom dat God verheerlijkt wordt. Het gaat erom dat Hij centraal staat in ons gebed. Dat Hij vereerd wordt en verheerlijkt wordt. Kom je daarin mee? Nou, en dan lezen we het. Toen viel er vuur van de Heere neer en het verteert alles. Niet alleen dat offer, maar ook het altaar zelf, stenen, het water. Het vuur van God is zo krachtig. En je kunt je voorstellen dat het volk natuurlijk ook zich wezenloos schrikt wanneer dat gebeurt. Dat God dus nu wel degelijk antwoordt, dat duidelijk wordt dat er maar één God is en door vuur antwoordt Hij. En dan moet je eens even met mij mee gaan denken, wat zou daar nou werkelijk mee bedoeld worden? Wat zit daarachter? Wat is ook de betekenis van vuur, zeg maar, in het geheel van de Bijbel? Kijk, vuur, je kunt denken aan letterlijk vuur, maar vuur wordt ook in de Bijbel heel vaak symbolisch gebruikt. En vuur heeft eigenlijk twee verschillende kanten in zich. Vuur kan ook twee verschillende uitwerkingen hebben. He, jullie weten het ook wel, vuur dat kan ook iets prachtigs hebben. Hè? Misschien heb je wel in je vakantietijd of zo, met een kamp of weet ik wat, misschien wel bij je thuis achter in de tuin, weet ik veel, dat je daar een vuurkorf hebt gehad. 'S Avonds, als het wat frisser wordt of zo, en dan is dat knus, dat is warm, dat is gezellig. Wij hebben nog altijd zo'n kachel in de tuin staan achter. En toen mijn kinderen nog thuis woonden, dan, ja, of ze kwamen met hun vrienden, dan werd die kachel aangestoken, soms wel midden in de winter. En dan gingen ze daar rondomheen zitten. En dat was gezellig, dat was warm. Maar dat is de ene kant. Het kan ook een totaal andere uitwerking krijgen wanneer dat vuur buiten die korf terechtkomt. Dan kan het een vernietigende uitwerking krijgen. Dan kan het alles verbranden. Dan kan je hele leefomgeving vernietigen. Dat zijn de twee kanten, twee uitwerkingen van vuur. Nou, in Israël is vuur ook altijd belangrijk geweest, ook letterlijk. Het mag duidelijk zijn, vuur werd gebruikt bij de offerdienst. Maar vuur had tegelijkertijd ook een symbolische betekenis in zich. Vuur heeft in de Bijbel ook altijd te maken op een of andere manier met de aanwezigheid van God zelf. Je zou daar heel wat geschiedenissen bij kunnen bedenken. Maar ik moest ook denken aan die geschiedenis van Mozes in de woestijn bij die brandende braamstruik. Vuur in die braamstruik, van waaruit God zelf sprak. God zelf was daar aanwezig in dat vuur. Nou ja, denk aan die wolkolom en die vuurkolom die Israël voorging op die reis door de woestijn. Vuur als beeld van de aanwezigheid van God. En waar ging het nu om in Israël? Wat was er ook misgegaan? Israël heeft Baal omarmd. En daarmee hebben ze God, de levende God, aan de kant geschoven. En dat kan niet. God is een jaloers God. En God laat het er niet bij zitten. Hij komt op voor zijn eer, ging het volk straffen met droogte.
En nou verlangen ze natuurlijk na 3,5 jaar droogte allemaal naar regen. Ze willen graag water. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Tuurlijk. Maar hier wordt duidelijk in deze geschiedenis dat ze niet in de eerste plaats water nodig hebben, maar vuur. Gods aanwezigheid. Weet je, in onze tijd, hè, hebben wij heel veel problemen op deze wereld. Maar ons grootste probleem is niet de stikstofcrisis. Het is niet de uitdroging van de aarde. De klimaatcrisis. Of al dat plastic in de oceanen. Hoe problematisch dan ook. Het belangrijkste is de aanwezigheid van God. God in ons leven. Hem hebben wij nodig. En om hem erbij te krijgen, om in zijn aanwezigheid te kunnen leven, heb je een offer nodig. Vergeving. Verzoening. Daarom staat dat altaar daar. Het brandofferaltaar. Dat spreekt van verzoening. Leviticus 1. Immers door vergeving, door verzoening, kun je weer leven in de aanwezigheid en de nabijheid van God. En de grootste verlangen van het volk was dat ze regen kregen, dat ze water hadden om hun groenten in te wassen, om te kunnen drinken, om zichzelf te kunnen wassen, enzovoort, enzovoort. Maar Gods vraag aan het volk is, maar ik dan? Heb je mij nodig? Besef je, zonder mij ben je verloren, ben je overgeleverd aan de afgod Baal. Nou, wat kan de Baal? Heeft hij in de afgelopen 3,5 jaar laten zien dat hij vruchtbaar is, dat hij regen kan geven? Ja, niet dus. Broeders en zusters, God kijkt dieper. En God weet vaak veel beter wat ik nodig heb dan dat ik zelf doorheb. En ik denk zo vaak, wat heb ik nodig om gelukkig te zijn? Wat heb je nodig om gelukkig te zijn? Jij denkt misschien wel, ja, ik heb genezing nodig om gelukkig te zijn. Of ik heb een lieve man of een lieve vrouw nodig om gelukkig te kunnen zijn. Wat zijn jouw verlangens en jouw behoeften? Kijk, en die krijgen allemaal een plek, hè, bij God. Die krijgen allemaal een plek bij Jezus. We hebben net ook met elkaar, hè, onze Vader gezongen, hè, het gebed, het volmaakte gebed van de Heer Jezus. Daar krijgt dat ook allemaal een plek. Hè. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar het begint toch met uw koninkrijk komen. Hè? Uw wil geschieden. U. Het gaat om u. En daar eindigt het mee, uw koninkrijk. God zelf. Je hebt eerst boven alles vuur nodig. De aanwezigheid van God in je leven. Een nieuwe relatie van God in je leven. Zoals Jezus later ook zei, zoek eerst het koninkrijk van God. En dan komt de regen er wel bij. Nou ja, al die andere dingen. Zo zegt Jezus. Hier in dit vuur geeft God zichzelf. Bewijst God zichzelf. Geeft hij zichzelf. En ik vind dat ook zo mooi, hoe meer ik hier dan ook over nadenk, hoe dieper ik besef, wat een geschiedenis. Dat God op die manier duidelijk maakt. Dat hij het niet verdraagt om aan de kant geschoven te worden, maar gewoon zegt, ik wil in het midden van jullie weer de plek hebben die mij toekomt. Ik wil mezelf aan jou kwijt. Hij gaat zichzelf aan het volk geven. Zijn zoon, zijn verzoening,
eeuwig leven. Maar ja, denk je misschien, ja wacht even, ik vind het best wel een heftige geschiedenis, want dat muisje dat heeft nog wel een staartje. Hè? Want eigenlijk word ik misschien ook wel niet zo vrolijk van die geschiedenis, want als je dan verder leest, dan zie je wat er gebeurt. Hè? Het valk, daar komt tot die belijdenis van, hè? Van de Heere is God, de Heere is God. En dan wijst Elia naar al die Baalspriesters en dan zegt hij van, grijp ze en slag ze af. Nou, of hij dat nou allemaal zelf gedaan heeft, dat weet ik niet, dat zal wel niet, maar het is wel gebeurd. En wij blijven daar een beetje naar kijken en dan zeggen we, ja, kon dat nou niet anders? Kon het niet anders? En heel vaak ook als ik met mensen spreek die niet gelovig zijn, maar wel wat van de Bijbel afweten, dan komen ze met dit soort verhalen en dan zeggen ze, nou, dat kan toch niet bestaan, hè, dat God zo God is. En nou, jij herkent dat misschien wel. Maar ik zal het maar mooi laten staan, want ik denk ook dat het niet voor niks in de Bijbel staat. Het staat er ook als een waarschuwing. Want ik zei net ook al, hè, vuur. Vuur heeft ook een uitwerking naar twee kanten. Gods aanwezigheid in zijn verzoening, maar ook Gods aanwezigheid in zijn oordeel. Als vuur buiten de korf komt, krijgt het een vernietigende uitwerking. Vuur in de Bijbel heeft ook een veroordelende kracht. Het is ook een onuitblusbaar vuur van Gods oordeel. Het ombrengen van de Baalspriesters wijst op het vuur van het oordeel van God. En wat moet je daarvan zeggen? Laten we ontzag hebben voor God. Die Baalspriesters hebben ook hun mogelijkheid gehad. En toen Elia opriep en die vraag daar neerstelde, dat legt, maak duidelijk, maak de keus. Wie wil je dienen? Toen hebben ze ook niks gezegd. Laten we ontzag hebben voor wat God bekend maakt in zijn woord. Maar tegelijk verwonder je hierover. En dat is ook zo bijzonder. Dan moet je even stilstaan. Dat valk, het volk Israël dat stond daar. Toen Elia en voor de keus stelde. En ze hebben hem niet geantwoord. Ik zeg wel eens, probeer in een Bijbelgedeelte, in een Bijbelse geschiedenis, even een plekje te vinden waar jij zelf tussen staat. En dat is hier natuurlijk ook een mooi moment. Ga er maar eens tussen staan, daar op die berg Karmel. Ga er maar eens tussen staan. Wat zou jij gedaan hebben? Geantwoord hebben. Het volk antwoordde hem niet één woord. Niet de keus gemaakt, nog steeds niet. Niemand beleed daar de Heere als God. Daar sta je. De Bijbel die zegt van ons allemaal, hè, vanuit ons allemaal zijn we mensen die het oordeel van God verdiend hebben, zondige mensen. En wat gebeurt er? Dat vuur van God, dat valt op dat altaar, maar niet op al die mensen die nog steeds geen keus maken. Dat is dus ook evangelie, hè? Want dan, je kunt zo'n geschiedenis ook niet apart van het geheel van de Bijbel lezen, omdat wij ook meer weten en trek dan de lijnen maar door, ga dan maar verder je Bijbel door. Op één mens. Nou, je weet wel wie dat was.
met een hoofdletter geschreven. Jezus Christus. Immers, al die offers in het Oude Testament, die houden jullie niet meer, toch? Of gaan jullie in onze gemeente nog een altaar neerzetten, een offer, een jurgen? Nee, hè? Waarom niet? Omdat jullie met elkaar belijden dat het ultieme offer gebracht is. Jezus Christus. Aan het kruiszout van Golgotha. Want dat is voldoende. Alleen hier zitten we natuurlijk nog in het Oude Testament. Dus al die offers vanuit dat Oude Testament, die wezen daar allemaal naartoe, kun je zeggen. Naar Jezus, naar Golgotha. Die hadden allemaal de belofte in zich. Straks zal God één offer geven. En dat is genoeg voor jullie allemaal. Jezus Christus. Hij gaf zijn leven tot een offer, een rantsoen voor velen. Dus je kunt zeggen, ook Christus is hier aanwezig. Ook op dit moment heeft God zijn eigen zoon in gedachten, zeg maar. Waarom ontspringt het volk de dans? Waarom worden zij hier niet afgerekend met God? Waarom rekent God hier niet met hen af? Omdat God allang weet, in gedachten heeft, ik ga straks afrekenen met die grote zoon uit Israël, Jezus Christus zelf. Dus wat een genade, toch? God wil ten diepste geen oordeel. God wil vergeving schenken, genade geven. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Ik moest ook denken aan die geschiedenis uit Lucas 9. Jullie kennen die geschiedenis? Nou, even erbij pakken, misschien, als je de Bijbel voor je hebt liggen. Lucas 9, vanaf vers 51. Vanaf vers 51 daar. Dan lees je een prachtige geschiedenis. Dan loopt Jezus met zijn discipelen door het land. Door Samaria trekt hij heen. En in Samaria, daar willen de mensen die Jezus en zijn discipelen niet ontvangen. Ze willen hem niet. Ze keuren hem af. Vers 53, ze ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. En wat lees je dan in vers 54? Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij, Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia dat gedaan heeft? Samaritanen, ze willen u en ons niet ontvangen. Wat een stelletje! Laat het nou maar eens vuur regenen van de hemel. Dat zal ze wel leren. En dan staat er in vers 55, maar de Heer Jezus keerde zich onbestraft en zei, u beseft niet wat voor geest u hebt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Dat is het evangelie. Nog valt het vuur van Gods oordeel niet op al die twijfelaars, maar op het offer. En dat wijst ons naar deze zaligmaker, die Jezus Christus, de God van bovenaf gegeven. Niemand mocht van benedenaf dat vuur aansteken. En niemand kon het ook. Het werd van bovenaf aangestoken. God had ooit tegen Abraham gezegd, God zal voor zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. He? God doet dat. God heeft zelf gezorgd voor een offer ter verzoening van jou en mijn leven. En daarom nogmaals, ook deze geschiedenis wijst ons op Christus, op Golgotha. Het wijst ons op het oordeel wat zij ontvangen, die Jezus afwijzen. Tegelijk wijst het naar het reddende offer van Jezus voor allen die hem aanvaarden als hun zaligmaker. En als we dan toch in het Nieuwe Testament gekomen zijn, dan neem ik jullie even nog wat verder mee.
heb er net al even uit geciteerd uit Matteüs 3. Matteüs 3. Vers 1. Matteüs 3, vers 1. In die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dan, vanaf vers 10 lees ik dan, de bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Daar staat Johannes de Doper dus in het Nieuwe Testament. Hij is de Elia die komen zou. De Elia van het Nieuwe Testament. En hij zegt net als een Elia, bekeer je. Keer je af van Baal, hè? Welke afgod dan ook. Welke afgod er ook in je leven is. Keer je af van je eigen zonden. Het koninkrijk van God is gekomen. Ik doop jullie wel met water. Maar daar komt hij. Het lam van God, wat zichzelf offert aan het kruis van Golgotha en die je doopt met de Heilige Geest en met vuur. Dan heb je eigenlijk weer een beetje hetzelfde. Op het moment dat Jezus dan komt in deze wereld, wordt Israël opnieuw geplaatst voor een beslissing. Kies, heden, wie je dienen zult. Het moet tot de beslissing komen. Deze Jezus is Heere. Hij is de Zoon van God. Aanvaard je dat? Dat was steeds ook weer de vraag. Hè? Dat was ook steeds weer het probleem ook voor heel veel Joodse leiders. Dat hij de Zoon van God was. Deze Jezus, de zaligmaker, de beloofde Messias. De bijl ligt al aan de wortel van de boom, zegt Johannes. God komt met het oordeel. Zoals op de Karmel de Baalspriesters veroordeeld werden, die niet in hem geloofden, niet hem aanvaarden. Maar wat een machtig evangelie. Jezus zelf zal het vuur van Gods oordeel ingaan en hen verlossen die op hem hun hoop stellen. Zie het lam van God. En tegelijk, daarbij wijst Johannes de Doper dus ons ook op het feit dat Jezus de Geest heeft ontvangen, de Geest van God is op hem uitgestort en dat hij die Geest ook geeft aan ons. Die Geest zal komen en die is gekomen, ik ga een beetje vanuit dat jullie die geschiedenis wel kennen, met Pinksteren, hè, dat die Geest is uitgestort en wat gebeurt er dan? Krijgen de discipelen vuur op hun hoofd. Hij zal dopen met vuur, de vlammetjes, als beeld van de aanwezigheid van God. Niet uiterlijk, hier, innerlijk, de Heilige Geest. Jezus zal je onderdompelen in het vuur, in de warmte, en de kracht, de vernieuwende kracht van de Geest.
Hij doopt met vuur van de geest. Alle aandacht gaat naar hem uit. Naar God zelf. Pinksterfeest. En die Heilige Geest, die gaat het je leren. Die komt in je wonen, zegt Jezus. En die gaat je leven louteren, reinigen. De Geest zelf zal de aanwezigheid van God in je hart uitwerken. Hij komt in je wonen. Dus dat vuur van de Geest, kun je zeggen, dat wijst ons op die louterende werking van de Heilige Geest en tegelijkertijd op de vernieuwende kracht ervan. Dus hij gaat jouw leven, mijn leven, in vuur en vlam zetten voor God, voor Jezus. Die Geest die leert het je uitspreken, roepen. De Heer is God. Ik weet het zeker. De Heer is God. Jezus mijn heiland. Toch? Herken je dat werk van de Geest in je hart, in je eigen leven? Jezus die zei in Lucas 11, daar vergeleek hij dat met zijn vader, met aardse vaders. En toen zei hij tegen de mensen, kijk jullie als aardse vaders, jullie weten je kinderen goede gaven te geven, maar jullie zijn uiteindelijk zondige mensen. En zeg maar, hoeveel te meer zal mijn hemelse vader de Heilige Geest geven als jullie bidden. Als je bidt, kan die Geest werken. Buig voor hem. Bid. Luister naar hem. Hij zal het vuur van de Heilige Geest in je ontsteken. En dan krijg je passie voor de Heer. Voor zijn koninkrijk. Hij zal je meer en meer in vlam zetten. Voor hem. Denk aan die Emmausgangers, toch? Dat ken je toch wel? Die waren met de Heer Jezus onderweg. En toen maakte hij zich later aan hen bekend. En wat zeiden ze toen tegen elkaar? Was ons hart niet brandend in ons? Toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Open de schriften, biddend om de Geest, biddend. En hij geeft ons dat. De Heere is God. Dan erkennen we hem als onze schepper, als je koning, je verlosser, je zaligmaker. Deze belijdenis, dan ga je hem aan bidden. Dat is ook gezongen vanmorgen. U wil ik aanbidden als mijn Heer. Mijn Heer, heel persoonlijk ook. Kom maar dichtbij. Beleid je het mee. U alleen. Ik wil niet leven zonder u, zonder doel. Zie je wel? Eerst vuur, dan regen. Je hebt bovenal God nodig, Jezus, zijn aanwezigheid in je leven. Nou, en dan zal het vuur ook wel doorbranden. De ene keer misschien wat heftiger dan de andere keer. Zullen momenten in je leven zijn dat je bruist van liefde voor de Heer Jezus, voor zijn koninkrijk. En de andere keer dan, ja, dat is misschien zo'n waakvlammetje in je hart. Maar het is ook vuur, hè? Als je maar blijft leven, dicht bij hem blijft. En houdt hij het in stand, hoor. Als je maar wandelt met hem, hij houdt het vuur wel brandend. Zodat er meer en meer vrucht komt voor hem. Dat het vuur in ons zal branden. En zodat wij ons dan ook meer en meer
toewijden aan hem. Ten slotte, want dat is dan nog wel mooi als je dat ook leest, die verbinding. Dan wordt er hier tweemaal verwezen naar de tijd van het graanoffer, het spijsoffer. En het graanoffer, kun je zeggen, het spijsoffer, dat is het offer van toewijding. Zodat door het vuur van Gods genade, van Jezus Christus, het oordeel wat hij droeg, maar door het vuur van de Heilige Geest, mijn hart en leven ook steeds meer toegewijd zal zijn aan God. Zodat dat doel, wat God met Israël had, ook met ons in zicht komt. Namelijk dat ons leven zodanig vol is van het vuur van Gods geest, dat hij ons gebruikt in ons leven van toewijding, om zijn liefde in deze wereld door te geven, zichtbaar te maken. En daarom gaan wij meebidden, ook vanmorgen met Elia. Geef dat door mijn leven heen, door mijn woorden, door mijn handelen, door mijn belijdenis duidelijk wordt in mijn leven. Er is God. En Jezus Christus, zijn Zoon. En hem wil ik volgen. Al de dagen van mijn leven. Totdat hij mij thuis brengt voor eeuwig in zijn nabijheid. Zonder beperkingen, zonder zonde. En dan eindelijk komt de regen. Amen.